Eigenlijk is het niet zo gek als dat die, als je zegt dat verschijnselen altijd een einde hebben, een begin en een einde. Op het moment dat je mind dus ergens van af wil en het grijpt, vastgrijpt of wegduwt, misschien is dat bijna zo, duurt het per definitie langer. Ja. Dus als je het gewoon, als je er rationeel naar kijkt, dan dat de enige conclusie die je kan trekken als je denkt in termen van begin, einde, energie, ergens instorten of vasthouden, zal het dus altijd langer duren. Ja, daarom is het zo niet effectief. Dus je hoort iemand roepen, ik wil hier zo graag vanaf. Maar wat je ziet is dat hij er gewoon energie in stopt. Precies wat je zegt, waardoor het langer duurt. Dus datgene waar ik zeg van af te willen, geef ik brandstof. It doesn't make sense. Maar we zijn natuurlijk volledig geconditioneerd in die richting. In de volledig, een heiland. En dat is op zich niet zo'n probleem. Totdat je er last van krijgt en er een beetje bewustheid begint te ontstaan, want dan ga je het zien. Nou ja, ga je dan je conditioneringen laten voortduren of ga je ze tegen het licht houden? Dus niet proberen ervan af te komen, want dat is een conditionering aan zich. Maar het onderzoeken. En ik kan niet, nogmaals, ik kan niks onderzoeken als ik het van tevoren al afkeur of al een tegendeel heb bedacht. Iets onderzoeken, daarvoor moet ik het intact laten. Dus bijvoorbeeld niet vertrouwen. Jan kan gaan streven naar vertrouwen, dus naar de andere kant bewegen, maar dan onderzoek je het gebrek aan vertrouwen niet. En wij zoeken dus, we hebben zo'n sterke neiging om constant naar een oplossing te zoeken. Werkelijk een probleemgericht, hè, hoor je bedrijven dan ook zeggen. Punt 1, ga je ervan uit dan dat er een probleem is. En meestal is het dus het wegbewegen van de issue. Ik wil daar naartoe. Ik wil van niet vertrouwen naar vertrouwen. Maar dan ontstaat er nooit een verstaan in hoe wantrouwen functioneert. En de ontdekking is dat op het moment, tenminste dat heb ik gemerkt, dat ik bijvoorbeeld wantrouwen zoals het is, werkelijk versta, dan gebeurt er iets. Iets anders. Iets wat ik niet bedenken kan. Iets creatiefs. Het komt iets van, laten we zeggen, de andere kant. Waardoor de issue, wantrouwen, vertrouwen, wegvalt. Dan hou je niet een vertrouwen over, maar er is gewoon geen wantrouwen. En wie verstaat in dit verband? Pardon? Wie verstaat? Dat is hetzelfde als wat daar straks gezegd werd. Dan die vraag geeft aan dat je in een wie gelooft. De ontdekking zou kunnen zijn dat er niet een wie is die verstaat. Het is pure intelligentie, zou je kunnen zeggen. Of dat wat je werkelijk bent en dat is niet een iemand. Maar mijn vraag kwam ook voort uit het gebruik van jij ontdekt. Ja, maar goed, dat is taal, hè? We zitten voor een deel gewoon met taal die per definitie dualistisch en zelfs atomistisch is. Alles in brokjes. Er is geen vloeitaal, zal ik maar zeggen. Dus. Als als fenomenen gebeuren gewoon, dan hoe kan het zijn dat ze langer duren of minder lang duren als wij dan een energie erin stoppen of niet. Dus een film van 2 uur, die draait dan 2 uur. Of ik helemaal gefocust op de film of een beetje af en toe naar kijk. Ja, voor een film klopt dat. Ja, precies. Dus, en voor gevoelens, niet. Voor emoties. Nee, en voor een vuurtje bijvoorbeeld ook niet. Dus als er een vuurtje brandt en ik gooi geen blokken op het vuur, dan duurt het zoveel als energie in die blokken uitzet. Als ik iedere keer er weer een blok bij pleur, dan zit ik na 3 dagen nog. Nou, die vergelijking zou je kunnen gebruiken voor emotionele dingen. Als je er afblijft, er zit maar zoveel energie in een emotie. Maar als je iedere keer er iets aan toevoegt, then it keeps burning.
Je kunt ontdekken dat jij dat doet, als het ware, of op zijn minst het laat gebeuren, door er weer een gedachte aan toe te voegen. Oh, dat was toen ook al. Dus er kan een gebeurtenis zijn en iemand kan gewoon de gebeurtenis zien voor wat die is. Over. En er kan een gebeurtenis zijn en iemand zegt, oh, dat had ik vroeger ook al en ik ook altijd een tjonge jongen was. Even iemand bellen, oh, maar wat me nou weer overkomen is. En dan, oh ja, ik heb nog een vriend, die ga ik ook bellen. En dan ben je er 3 uur mee bezig, terwijl 3 minuten ook genoeg was geweest. Niet dat dat slecht is, maar ik vind het gewoon niet effectief. Maar die neiging om de houtblokjes op het vuur te gooien, dat is ook gewoon een gebeurtenis. Dus, gewoon, ja. Dus hoe kan dat naar een einde komen? Doordat er iets ingezien wordt. Het is ook een gebeurtenis door niet op te letten en met je hand tussen de deur te komen, weet je wel. Maar dat doe je meestal maar 1 of 2 keer. En dan weet je hoe je met een deur omgaat. Nou, het aparte is dat als het emoties aangaat, mensen gewoon de hele dag gewoon hun hand. Ja, ik heb zo'n ellendig leven. Het doet allemaal zo zeer en het blijft ook maar zeer doen, weet je wel. En gewoon na 30 jaar hebben ze het nog niet in de gaten. Dat is niet slecht nogmaals, maar ik vind het wel apart. Dan komt dat natuurlijk door mijn dommigheid. Want ik denk dat als ik een mens zie, dat ik toch een soort intelligent wezen zie altijd. Dat denk ik altijd, totdat ze beginnen te vertellen over hoe ze leven en hoe ze denken en wat ze doen. En ik van ja, ik zat er weer naast. Dus dat ligt ook nooit aan anderen, het is gewoon mijn dommigheid. Ik ga iedere keer uit van ja, dat is een intelligent, sensitief wezen. Ja, een voortbrengsel van bewustzijn, dus dan verwacht je enige bewustheid. Ja. Dom! Ik ben de domste op deze planeet. Hier viel het gewoon op een gegeven moment op dat ik maar blijf wegbewegen bij de problemen. Voor zover die al bestonden. Dat ik steeds probeerde een oplossing te zoeken, afleiding, naar het tegendeel te zoeken, weet je wel. Dat hele mechanisme wat wij voor leven houden, werd op een gegeven moment duidelijk en toen stopte dat. Wat er overbleef was gewoon de dingen zien en voelen zoals ze altijd al waren. En de wonderlijke ontdekking was dat de aanval van, weet ik veel, ongeluk of whatever, die duurde maar heel kort. En vroeger was ik een kampioen in dramatie, oh, hoe noem je dat? Een dramaturg. 3 maanden lang zeiken over 1 issue. Nou lukte dat 3 minuten en het was gewoon over en het was gewoon leeg en stil en ik zat een beetje zo van en nou? Shit. Maar ik blijf of ik een verschil kan opmerken tussen dingen die, zeg maar, als je tussen aansteken een beetje wakker wordt, dingen die na die periode, die worden anders, hebben een andere emotionele lading, de dingen voor die periode. En wat mij opvalt is, dat als er nu iets gebeurt wat je slecht zou kwalificeren, blijft niet veel van plakken, maar ik zit nog wel heel vaak met dingen die dan, zeg maar, deep down lang geleden, zeg maar, behoorlijk frictie en narigheid hadden. En echt heel veel aandacht ook natuurlijk. Die hebben nog wel een hoop kracht, vind ik. Dan nodig je dit toch uit om nu te komen? Om daar gewaar van te zijn? Ja, uiteraard. Dus, herinner het je. Kijk er gewoon naar, roep het even op. Dan gaat je systeem gewoon weer een soort van de vorm van toen aannemen. Spanning. En dan kun je die nu vanuit het nieuwe licht, zou ik maar zeggen, bekijken. Zo kun je je verleden opruimen. Dan weet je daar ook helemaal niet meer wie je bent. Super cool. Dus dat kan gewoon. Of je wacht er gewoon op totdat ze op een goede dag, want dat doet het vanzelf, omhoog komen. Dat vind ik het grote voordeel van de dingen gewoon zien en voelen zoals ze zijn. Ik hoef dus niet terug of vooruit of weet ik veel wat. Vroeg of laat komt er, als dat zo is, de restant depressiviteit nog wel omhoog. En dan kan die nu ontmoet worden. Maar het is heel goed mogelijk om gewoon te gaan zitten als je weet van ah, toen en toen is er iets gebeurd, iets heftigs. En de kans bestaat dat daar nog residuen in mijn systeem zitten om het heel goed gewoon voor de geest te halen.
dan gaat het systeem gewoon reageren. En dan zie en voel je het gewoon totdat het zich bevrijd heeft. Dat kan. Rommel op raam. Yes. En wat daarbij nog interessant kan zijn, is dat je... Het kan zijn dat je ontdekt dat sommige van die gebeurtenisjes, dat je die helemaal niet wil laten gaan misschien. Omdat we onze probleempjes nodig hebben om die identiteit overeind te houden. Daaraan merken we dan hoe groot de hang, zeg maar, naar vrijheid is. En hoe groot de hang wellicht is om toch iemand te zijn of blijven. Zonder problemen en issues is het heel moeilijk om iemand te zijn. Hoe deed jij dat, Hans, dat onderzoeken? Dat je net omschrijft, een emotie? Gewoon als die kwam om er helemaal laten zijn. Want ik doe dat ook. En... Ik probeer dan overtuigingen die eronder liggen te zien, op te schrijven, te doorvoelen. Maar ik heb het idee dat dat toch niet helemaal... Misschien dat er iets zit van wat jij zegt, dat er toch een soort zelfbescherming blijft. Ja, daar heb je grote kans op. Dus ja. Het is altijd heel scherp kijken. En als er een emotie komt, probeer het gewoon echt bij het voelen ervan te houden in eerste instantie. Als we weer overschakelen naar van welke overtuiging zit hier, loop je het risico weer te veel in je kop te gaan zitten. Het is handiger eerder om omgekeerd, om als je een overtuiging in beeld hebt, om te gaan kijken welke emotie eronder zit. Ja, overtuiging kan ik niet zo voelen wel. Mm-hmm. Maar het is lastig. Althans, zo ervaar ik. Ik heb niet het idee dat ik daar dan ook echt in af kan dalen. Dat het ergens stopt. Blijf er omheen lopen. Blijf het onderzoeken. Blijf er interesse in hebben. En probeer mee te nemen in de waarneming van hoe je het benadert. Wat is je motief? Ja. Weet je wel? Het vraagt een wakkerheid om echt te zien van wat wil ik hiermee? Ja, eerlijkheid ook, hè? Ja, absoluut. Dus is het net als dit even een ontmoeting, waarbij ja, in ieder geval hier niet het per se er iets moet? Mm-hmm. Of wil ik zo snel mogelijk jou weg hebben of anders hebben? Of wil ik te veel iets ontdekken? Ben ik te resultaatgericht? Het zijn dingen die even gewoon meegenomen kunnen worden en die kun je ook voelen. Of je te veel druk erop zet. Dus ik maak wel eens die rare vergelijking bij het voelen van dingen. Van, stel je voor, je hebt een zieke puppy. Dan moet je gaan voelen en kijken wat dat hondje nodig heeft. Niet wat ik nodig heb. Hij is ziek en niet oké. En mag ik bij hem in de kamer zijn überhaupt? Vindt hij dat prettig? Mag ik naar hem kijken? Of moet ik bij... Kan ik voelen, sensen of ik al contact mag maken, zodat ik misschien kan zien wat er los is? Wil die nog intiemer contact? Ik moet kijken wat hij wil. Niet, ik ben niet belangrijk, weet je wel, behalve als helpende functie. Ja. Wij zitten vaak toch te veel van, ja, maar ik wil dit inzien. Of ik wil hier doorheen. Ja. Dan is het ik wil. Ja. Snap je? Mm-hmm. En als jij denkt, als het gezien wilt worden, dan zou je er ook gewoon op kunnen wachten. Dan laat het zich wel. Het dient zich aan, hè. Heel veel, kijk, als wij bijvoorbeeld ons gauw beledigd voelen, ik noem maar wat. Er is altijd wel iemand in de buurt die de rol wil spelen om een rotopmerking te maken. Nou, daar kun je dan gebruik van maken, want dan triggert niet alleen, hè, er gebeurt niet alleen die rotopmerking, maar wat er eventueel niet verwerkt is op dat vlak, komt meteen mee. Dat kennen we allemaal, daarom reageren we vaak te heftig. Weet je wel, iemand zegt een klein dingetje, boom! Ja, dan komt er al die shit die we niet hebben aangekeken. Dus we worden eigenlijk steeds geprikkeld en uitgenodigd. Nou, dan kun je daar gewoon gebruik van maken. Nou, wat hij zegt herken ik wel. Je wilt een probleem aankijken of een emotie voelen. Maar je hebt af en toe het idee dat je er niet echt bij kunt. Ja, nou, maar het zou ook zo kunnen zijn dat, en dat is dus
heel erg dat sensen en die sensitiviteit gebruiken. Misschien wil dat probleem, dat puppy, op dat moment niet benaderd worden. Ja. Het gaat niet over wat jij wil. Nee. Wat er in feite gevraagd wordt, is of we zo beschikbaar mogelijk willen zijn. Ja, misschien ben ik wel te beschikbaar. Ja, dat zou kunnen. Ja. En dat is iets wat ieder voor zichzelf, waar... Ik heb ook gewoon door daarmee bezig te zijn ontdekt van hoe het voelt als het ware om de juiste houding te hebben. Iets doet dan zo. Dan ben ik dicht genoeg bij, ver genoeg af, open genoeg, erbij genoeg. Dat voelt op een bepaalde manier. En het ene ding wat zich aandient vraagt net een iets bijstelling, misschien ietsje meer terug, misschien wil het iets meer ruimte, of wil het juist dat ik wat dichterbij kom. Misschien heeft het 5 ontmoetingen nodig, terwijl ik zoiets heb van, ja, nu moet het maar eens een keer, ik was echt kei bereid, dus. Nou moet het afgelopen. Ja, kom op zeg, ik heb nog meer te doen. Ja. Weet je wel? Ik moest bij mezelf, misschien zijn jullie wijzer, dat kan, bij mezelf ontdekken dat iedere keer als het ware niet lukte, lag het aan mij. Dan was ik te fel in mijn energie of juist veel te ruim, waardoor ik heel vaag werd. Weet je wel? Nou, helemaal zijn. Of wou ik te graag een resultaat? Of ja, ik weet eigenlijk al hoe het zit. Maar het voelt nog steeds. Ja, dan weet je het blijkbaar hier, maar niet echt. Sorry Laurentius, je zit ernaast. Ja maar! Ik had ook heel veel last van ongeduld. En op een gegeven moment heb je in de gaten hoe dit werkt. Je snapt het. Nou, dan moet het ook gewoon, hè, doen, hoppakee. Maar zo werkt het. Nee, natuurlijk niet, want af en toe hadden ze gewoon zoiets van, wat is even op jij? Of mijn hele systeem raakte zo geagiteerd van al dat gedoe. Je had zoiets van, ja, nou even 3 dagen gewoon niks. En trouwens, ga eens gras maaien, man. Weet je wel? Doe eens iets nuttigs. Zeg ik hem nog, ja. Ja. Want dat zag ik ook wel, dat deze het heel interessant vond om met al die spirituele shit bezig te zijn. Want eigenlijk wilde die niet leven. En dan kon je zeggen van, nee, ik ben ja, gewoon de interne wereld aan het ontdekken. Terwijl mijn vrouw stond dan met die jankende kinderen en die luiers en... Van, joh, kun je misschien even hier, nee, diepe meditatie. Ja. Sorry hoor, even niet met de samadhi verstoren nou. Echt joh, klauw joh. Nou, zo erg was het ook weer niet, man. Je kunt heel goed in Samadhi Liars verschonen. Het duurt wat langer. Ik had een tijdje terug dat een relatie was verbroken en ik bleef maar daar dan met haar afspreken. En op een gegeven moment inzicht van ik moet gewoon niet meer met haar afspreken. Ja, dat kan. En ik kwam zoveel energie vrij en zo... Je duidt dat niet eerder bedacht hebt. En wauw, dit is... Het voelt heel... ook heel persoonlijk, van die energie op dat moment. Want dat is mijn energie. Soms is de verleiding dan weer heel groot om dat dan weer als een... als iets persoonlijks te nemen of zo. En dan gaan er allemaal wat fijne stemmetjes. Ja, maar dat ben ik niet. Of ik, als ik dan... ik moest dan, blijkbaar heb ik dan allemaal geloof in dat er nog iets te halen valt. Ik zat mezelf in ieder geval behoorlijk moeilijk te maken daarna weer, nadat die energie vrij was gekomen. Dat is dus het ego die daarna erop duikt. Dat is het zogenaamde probleem, niet wat er feitelijk gebeurt en beleefd wordt. Dat is een van de kenmerken van onze ego vriend. He always wants to fuck it up. Ja. Dus er gebeuren gewoon spontaan dingen en het is gewoon boom, knal, goed, duidelijk.
hier staat. Niet goed, niet goed. Ja, precies. Ja. Het was gewoon spontaan en dan voelt dat gewoon zoals het voelt en laat het daarbij. Ja. Dat is ook een van de fijne dingen van relaties, dat je ze kunt verbreken en je dan heel bevrijd voelt. Niet leuk. Nou, ja, het was niet zozeer de relatie zelf, maar meer het vastkomen. Nee, het was gewoon kutbaar. Natuurlijk. Ja. Het is allemaal jij, hè, in die zin. Dus ja. Je kunt ook zeggen, alles is persoonlijk, want jij maakt ervan wat jouw beleving daarbij is. Dus jij maakt je gevangenis en daarna je bevrijding. Zo kun je het ook zeggen. Ja. Dat is toch cool. Laat je niet meer vangen, zou ik zeggen. Wat dus iets anders is als neem nooit meer een relatie. Hè? Laat je niet vangen. Ja. Het is allemaal eigen projectie, eigen verwachting. Waarmee we op het relatieve niveau onszelf, maar ook die zogenaamde geliefde tekort doen. Want die maken we dan als ik me gevangen laat voelen in die hele setting, wat ik eigenlijk zelf doe. Maak ik die ander tot mijn cipier. Dat is great. Dat is grappig, hè? Zodra je zelf een rol aanneemt, veroordeelde je je omstanders, van wie je misschien zegt, te houden meteen ook tot een rol. En dan gaan we falen, want niemand voldoet aan verzonnen rollen. Dat doen we de hele tijd. Ik moet zus en zo zijn. Zodra ik dat zeg, moet jij zus en zo zijn. Dan gaan we allebei falen. Great fun. En hoe zie jij het dan als je bijvoorbeeld... ik ben een tijd geleden een reis gemaakt en voor die reis kwam er heel veel energie los om die reis te plannen. En het hele systeem voelde zich heel goed en gericht. Tenminste, niet de hele dag, maar over het algemeen. Mm-hmm. En na de reis was het... op de een of andere manier kunnen blijkbaar ons systeem dus zo richten naar een doel waarbij er energie vrijkomt. Het systeem vindt dat fijn, om doelen na te jagen, van welke aard dan ook. Dan gebeurt er iets en dan kunnen we ergens heen, merk. Dat vindt hij heerlijk. Ja. Totdat dat niet meer heerlijk is. Dus er is op zichzelf niks op tegen. Maar je kunt wel zien dat die beweging in zichzelf, dan moet ik de hele tijd van hier naar daar en dan is het oké. Okay. Maar de vraag kan opkomen, waarom is het niet hier gewoon oké? Okay? Wat niet wil zeggen dat je niet kan reizen. Maar dat zo daarop vooruit lopen, ik verheug me zo op. Ik begrijp het niet, maar dat kan aan mijn dommigheid liggen. Ja, het is meer dat ik wist dat ik energie nodig had. Het was niet per se een soort verheugen, maar ik denk dat het mijn systeem, dat het mijn denken tot... Ik denk dat ik minder tijd doorbracht met dingen relativeren of over dingen na te denken. Dat het systeem... Omdat het gericht is op ik. Ja. Daarom zijn er ook mensen die het leuk vinden om 80 uur per week te werken. Ja. Wat ik ook een beetje ziekelijk vind. Eigenlijk. Maar ik snap het wel vanuit van zolang we die mind gericht houden op een dingetje, gaan we dingen niet aankijken. Is er minder gelegenheid dat zich wat shit aandient, of dat er is wat gedachten komen die zoiets hebben van, waar gaat dit eigenlijk over? Dus kunnen we heel makkelijk van doel naar doel naar doel, wat het dan ook is, hè? Welk vlak dan ook, dat vindt hij dan fijn.
En het wordt ook gewaardeerd als je hard werkt of als je reist of als je, nou, weet je, allemaal van dat soort dingen doet. Dat is goed. Ja. Maar ik moest ook even denken aan... Chad McKellis schrijft ergens in zijn boek, ging weer een nieuw project met een nieuw boek, ging een nieuw boek schrijven en hij liet aan het universum ervoor zorgen dat zijn systeem dan in een goede doen kwam, dat er genoeg energie kwam om dat boek te gaan schrijven en liet het dan verder gebeuren. Daar zit ook, dat aspect zit er misschien ook toch wel een beetje in, dat je jezelf een doel hebt gesteld en dat je je lichaam en je denken daarop voorbereid of zo. Nou, probeer je Jet McKenna aan jouw kant te krijgen? Ja. Ja, nee, oké. Okay. Dan weten we even waar het over hebben. Ja, ik wil het niet beter weten, maar ik wou... Als je gewoon helemaal bent, hè, hier, dan kan het zijn dat reizen, boekschrijven, werken plaatsvindt. Maar er zal niet iets zijn van, oh, dat is beter dan iets anders, of daar ga ik me beter door voelen. Ik vind dat vreemd. Ik weet dat het constant zo werkt. Maar vanuit de belevenis helemaal hier, is er geen enkele hang naar iets anders. Dus ik vind dat een beetje vreemd, en of Jet McKenna dat zegt, of ja, ik weet jouw naam niet. Ronald. Ja, daar heb je het al. Of Ronald dat nou zegt, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Weet je, dat komt mij voor als een beetje een raar verhaal. Maar ik snap wel gewoon van, voor zover ik denk te weten hoe de mind werkt, dat nogmaals, als die zich ergens op richten kan, dan vindt hij fijn. En dingen bereiken vindt hij fijn. En zijn energie kanaliseren vindt hij fijn. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar als het gaat over zijn, als je compleet aanwezig bent, right here, right now, waarom zou je dan ergens anders heen willen? Dat komt niet op. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dan kan het zijn dat er iemand in de omgeving is van kom, we gaan daarheen. En, ja, en dan ga je daar ook heen. Dat maakt niet uit, want daar ergens anders is ook gewoon zijn. Dus vanuit zijn gezin is er geen verplaatsing. Hoe werkt het dan bij jou als jij bijvoorbeeld met het plan komt om een boek te gaan schrijven? Nee, dat gaat nooit zo. Ik heb nooit een plan. Ineens wordt er geschreven. Daar is het nou net. En dus dat hele mooie verhaal van Jad, wat ik trouwens een hele leuke schrijver vind en zo. Maar dit komt mij allemaal een beetje als gelul over, eerlijk gezegd. Er komt gewoon, ineens is er schrijven en ja, dan komt er punt. En dan, ja, dan geef ik dat aan Kasia en die maakt daar een boek van. En ja, dan is er blijkbaar weer een boek. Weet ik veel. En ik kriebel vaak van die dingetjes op en ja, zo gaat dat. Maar ik heb nog nooit zoiets gehad van, oh, het universum vraagt van mij om een boek te schrijven. En, lekker belangrijk. Ja, dat voel ik het ook trouwens niet van het universum, maar